Leuk dat ik hier mag zijn, allemaal. Ik ga eens eventjes wat delen hoor, want daar begint het altijd mee. Eén moment. Ik ben van de WebEx-generatie, dus dit is altijd weer even wennen. Ja. Als het goed is, zien jullie wat. En nu zie ik niks meer behalve een ravijn met een heleboel mensen op de achtergrond die ik niet voel en niet zie en niet hoor knikken of zie schudden of van walging zie weglopen. Maar goed. Er is beeld. Ja. Ronald Damhoff, ik ben Chief Data Officer bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. En sinds 1 oktober begonnen en ik ben eigenlijk Rijksambtenaar geworden sinds die tijd, want daarvoor was ik altijd zelfstandig. Ik kom al uit de hoek van de Enterprise Data Architectuur. Met name Belastingdienst en Nederlandse Bank. Ik geef les aan Nijrode en de CDO Leergang. Twee modules, Enterprise Data Architectuur en Governance. En ik heb de eer... Oh, iemand zei wat. Leuk. Oh, leuk. Oh, sorry. Maakt niet uit. Dat hoort er allemaal bij. Ik ga jullie iets vertellen wat ik vaak wil overbrengen binnen de publieke overheid. En dat is dat we best wel een fors probleem hebben. Daar ga ik jullie, ik hoop, op een leuke manier ook een beetje mee confronteren. Misschien herkenning, misschien niet. Als er iets is wat belangrijk is in mijn vak, dan is het wel context. En de context waar jullie uit werken zijn provinciën. En dat is natuurlijk weer een volslagen andere context dan een ministerie waar ik zit. Waar ieder persoon waarmee wij werken, iedere burger, altijd een probleem heeft. Altijd. Dus ik kom ook van het ministerie van Financiën bij de Belastingdienst. Daar heeft niet altijd iedereen een probleem als hij het netjes doet. Hier wel. En dat is een fascinerende context. En bij provincie is het ongetwijfeld weer een hele andere context. Dus de context die je van mij krijgt, is voor mij. En dus ook direct subjectief. Chief Data Officer, departementaal. Dus ik ben ook voorzitter van de CDO-raad. Waar de CDO's van de politie, het OM, het NFI, het CIB, de COA, de IND. Je kan het zo gek niet bedenken wat er allemaal in zit. Ongeveer 30 organisaties. Het is een enorm groot ministerie. De grootste, 165.000 medewerkers werken daaruit totaal. En de hoeveelheid gegevens die wij delen is mindboggling. En ze zijn allemaal gevoelig. Goed, voordat ik met het gestrekte been erin ga, want dat ga ik straks lekker doen. En dan gaan we ook kijken van, goh, zijn er nou oplossingen of zijn er nou richtingen, bewegingen die de zaken ook weer beter kunnen maken. Want daar zijn we ook voor. Ga ik jullie even kort meenemen in een Chief Data Office. Ik krijg hem wel eens vaak voor mijn kiezen van Ronald. Jij bent toch van data-driven en data-gedreven overheid. En dan heb ik de neiging om deze altijd te laten zien. Hij is in het Engels, maar neem hem even rustig tot je. Data-gedreven werken kan geen doel zijn natuurlijk. Daarvoor zijn wij er niet. Wij zijn er voor een maatschappelijk effect, voor de burger en voor het bedrijf. En voor het maatschappelijke bedrijfsleven en dergelijke. Daar zijn wij voor. Dat je dat datagedreven wilt doen, prima. Maar het is een afleiding. Ik zie nog steeds veel dat we aan het experimenteren zijn. In allerlei fascinerende datalabs met fascinerende technologie. Zonder dat daar een heel duidelijk maatschappelijk effect aan ten grondslag ligt. En ten tweede waar ik mij en erger... ik ben een man met een mening. Is dat wij... wel heel veel experimenteren en niet operationaliseren. Het is één dat we experimenteren met data, maar het doel moet altijd zijn dat we het operationaliseren ten behoeve van maatschappelijk effect. En juist het operationaliseren in ons vak, in data, is ongelooflijk moeilijk. Daar zitten we allemaal mee te worstelen. Het is hartstikke leuk om iets innovatiefs in de garage te maken, zoals Tesla dat deed met zijn nieuwe auto, maar toen ze de 3 miljoen moest maken, dan had ze een probleem. Operationaliseren van wat wij doen, is ongelooflijk moeilijk en we zitten allemaal in hetzelfde schuitje wat dat betreft. Bij de politie, bij het OM, bij de NFI, overal, bij de Belastingdienst ook. Want het brengt nogal wat met zich mee. Nou, als ik in één woord moet omschrijven waar een Chief Data Officer voor is, dan is die voor kwaliteit. De gegevenskwaliteit, de datakwaliteit. En die wil ik eventjes... benadrukken. Wat dat nou precies betekent. Quality is fit to purpose. Ik wil niet zeggen dat wij zijn van een hoge kwaliteit. Of van een lage kwaliteit. Wij zijn van een kwaliteit die bekend is. Niet altijd is de hoogste kwaliteit nodig voor een bepaald doel.
Dus, maar kwaliteit is wel een punt. Vaak weten we het gewoon niet eens wat de kwaliteit is en gebruiken we het wel. Nou, en op het moment dat ik altijd data kwaliteit roep of data governance, dan zie ik de bestuurders en de managers en teamleiders en wie dan ook, zie ik weer wegglazen. Want ja, wat is dat nou? Allemaal randwerk, allemaal bureauwerk, allemaal bureaucratisch. En ja, dan heb ik de neiging om het vinkje bij fraudeur bij de Belastingdienst dus als een datakwaliteitsissue te benoemen, waarmee we gewoon levens hebben vernietigd. Ja, en dan ben ik vaak even stil. En dat is datakwaliteit. En ik hoop dat de rillingen dan over je rug gaan. Datakwaliteit is niet een optie, is niet een keus, is niet van goh, laten we eens kijken of we dat in het komend jaar eens in een programma kunnen gieten. Die luxe hebben we al lang niet meer. Bij de overheid zeker niet natuurlijk, want daar hebben we namelijk gewoon een maatschappelijke plicht. Want die data is helemaal niet van ons. Die data is van ons allemaal, hij is van de burger. Het zijn zijn gegevens, haar gegevens. En daar hebben wij ordentelijk mee om te gaan. Het woordje data-eigenaarschap wil ik ook direct killen wat mij betreft. Want dat zijn wij niet. Wij zijn wel verantwoordelijk voor data. Dus wij zijn data verantwoordelijk, gegevens verantwoordelijk. En dat heeft with great power comes great responsibility, zoals Spider-Man dat zegt. Dat zit ook bij ons. Grote verantwoordelijkheden. En dan is dit het plaatje wat ik vaak laat zien. Nog even voordat ik begin. Wil ik altijd dit plaatje laten zien over de betrekkelijkheid van data. Het is een armoedig broertje van de realiteit. En ik laat altijd dit bonnetje zien en dan vraag ik aan mijn groep of mijn klas van, goh, wat haal je hier nou uit? Dit is mijn bonnetje. Nou, dan krijg ik natuurlijk terug wat ik heb gegeten en wat ik heb gedronken, hoeveel ik heb betaald, dat Ursula mij heeft geholpen, wat het BTW was, waar ik dat heb gedaan en welk adres, et cetera. En dan hebben we dat gehad en dan zeg ik van, nee hoor, dat heb ik helemaal niet gegeten. Ik heb iets anders gekregen per ongeluk. Oh, en ik heb dat dus ook niet betaald, want ik was niet helemaal blij, dus ik heb minder betaald. En zo zie je dat het doel waarmee data wordt vastgelegd belangrijk is. En het doel van het bonnetje is accounting. Gewoon verantwoording voor zijn eigen interne financiële processen. Het doel is niet het communiceren wat ik heb gegeten. Als ik dat daarvoor wil gebruiken, dan moet ik bij de overheid, in de context van de overheid, misschien wel terug naar de persoon om te checken of het wel klopt. De werkelijkheid is vele malen complexer en wij leggen hem op een hele beperkte manier vast. Nou, dan zit ik mijn eigen vakgebied direct eventjes te kakken te zetten. Maar ik vind dat belangrijk. Context is king. Waarmee, in welke context zijn onze gegevens vastgelegd? En ik ga direct eventjes een voorzet maken over wat komen gaat. Wij leggen onze data vast in de context van een applicatievak. En dat is rete beperkt. Vervolgens gaan wij die data daaruit halen. Vergeten we de context. Combineren we met andere data, waarbij we de context ook niet meer weten. En dan gaan we iets roepen over een burger of over een object. Dat is wel tricky. Maar dat doen we op dit moment massief. Context is king. En dan laat ik altijd dit plaatje zien. Hij komt nog in de presentatie nog een keer terug, omdat hij een reden heeft. Als je data eindeloos gaat kopiëren, en dat doen we binnen de overheid, waanzinnig kopiëren, dan krijg je dit effect als je die context niet zuiver goed meeneemt. He, dus het spelletje met kleuters. Je begint met een term bij het begin en dan fluisteren ze erdoor en op het eind is er volslagen ander woord wat eruit komt. Data is maar betrekkelijk en context is king. Ik ga jullie meenemen in een verhaal wat ik altijd plezierig noem data en inconvenient truth. En de slides worden nu zwart, zoals je ziet. Want we gaan eerst onszelf het pijn doen. En dit zijn slides die ik ook aan in 2018-19 bij de top van de Belastingdienst gewoon heb neergekwakt. En de afgelopen de 3 jaar daarna hebben we eigenlijk de boel radicaal, zeg ik wel eventjes, geprobeerd te veranderen. En een reflectie daarvan zul je hierin terugzien. En de komende generatie zal bij de Belastingdienst ongelooflijk veel moeten gebeuren om eigenlijk datgene wat gebeurt, niet alleen bij de Belastingdienst, maar eigenlijk bij de meeste overheidsorganisaties die vreselijk data-intensief zijn, die moeten gaan veranderen.
in de wijze waarop ze met hun gegevens omgaan. Gegevens kunnen geen bijproduct van een applicatie meer zijn. Dat is onzin. Zullen we daarmee ophouden? Nou, dan geef ik direct de voorzet. Data een ongemakkelijke waarheid. Dus we gaan eerst eens even ongemakkelijk zijn met z'n allen. Over wat is er dan ongemakkelijk aan? Nou, we zitten nogal te focussen op valorisatie, op uitnutting van gegevens. Want die hebben zoveel kansen en zoveel opportunities en mogelijkheden. En dat is ook zo, hè? Dat, ik zeg helemaal niet dat het niet zo is. Maar we hebben wel een enorme focus daarop op dit moment. En dat is met name redelijk technologisch georiënteerd. En onze leveranciers en onze technologie sector in de industrie, die speelt daar natuurlijk waanzinnig op in. Data fabrics, big data, data meshes, data platformen, AI, data science. Allemaal ongelooflijk nuttig. Dat betwist ik niet. Maar we hebben wel een gebrek aan focus op organisatie, kwaliteit en de waarborgen en de governance op die data. Het zou eigenlijk minimaal hetzelfde moeten zijn, naar mijn idee. En misschien wel meer als je in een overheidscontext werkt met gegevens, bijvoorbeeld van burgers. En daarmee geef ik direct de context waarin ik zit. Hè? Want ik kan mij voorstellen in de context van provincie dat jullie veel minder met gegevens van burgers werken. Maar misschien neem ik daar een aanname die helemaal niet correct is. Dus ik begin dan ook altijd met het mooie yin en yang symbool. Waarin inderdaad wat geroepen data is een asset. Het is een waarde. Waardevol. He, dus valorisatie, uitnutting van gegevens ten behoeve van maatschappelijk effect. Ongelooflijk belangrijk, maar daar staat dus tegenover. He, ik ben een econoom. Als je een asset hebt, heb je ook een liability kant op de balans. En die liability is een risico. En daarmee moet je dingen als organisatie, kwaliteit, governance, rechtmatigheid, waarborgen, proportionaliteit, subsidiariteit, die moet je hoog in het vaandel hebben. Misschien leuk voor diegene die ooit nog eens misschien wat dieper willen inlezen op dit soort zaken, zou ik Thomas Redman echt adviseren. Heel klassiek boek, al redelijk oud. Data Driven heet het boek gewoon, toen het nog niet hip was. Waarin hij heel mooi uitlegt waarom data eigenlijk de ultimate proprietary super asset is. Hij zegt, ja, we hebben grondstoffen, we hebben kapitaal, euro's, dollars, we hebben mensen. En die worden allemaal beschreven door de andere asset, door data. En we hebben voor grondstoffen allemaal afdelingen en mensen. En voor kapitaal en voor onze gebouwen en voor onze parkeergarages. Allemaal gebouwen, allemaal managers, allerlei beheersomgevingen. Maar voor die ene ultimate proprietary super asset hebben we dat vaak niet. Gewoon niet. We hebben geen data beheerafdeling vaak. Dat begint nu wel. Maar dat is echt nog heel erg jong. En hij zegt dus, ja, kijk, als je je assets wil managen, dan moet je die super assets wel degelijk managen. Nou, quote ik eventjes Frank Buitendijk. En die zegt van, in de gemiddelde organisatie wordt de data beter beheerd. Wordt de parkeergarage beter beheerd dan de data. En ik heb in 2013 bij de Nederlandse Bank, bij de directie, weet nog dat ik daar zat, zei ik van, jullie hebben meer kunstcuratoren, 4 wel te verstaan, dan mensen die de data beheren. Nou, toen kon ik bijna met pek en veren weg. Maar het was wel waar. En dat is ongemakkelijk. Maar laten we die ongemakkelijkheid maar eens opzoeken met z'n allen. Goed, wat is dan het probleem? We hebben dus een redelijk ongecontroleerde proliferatie, verspreiding van data. Kopiëren, kopiëren, kopiëren. En daar is een reden voor dat we kopiëren. Daar kunnen we niks aan doen. Dat gebeurt omdat we zaken niet goed hebben ingeregeld. En niet goed naar root causes kijken en dan blijven we kopiëren. En dat is voor een burger best wel problematisch. Hè? Met name als de burger vertegenwoordigd is in die kopieën. Dan zul je zien dat die verward raakt. Eigenlijk lost is in translation bijna. In verschillende datasets. Door verschillende taakonderdelen bij overheidsorganisaties. En dan moet hij maar zoeken waar hij zijn recht moet halen. Dat probleem hebben we overal. Als je heel veel kopieën draait. Ongelooflijk veel kopieën. Als jullie een idee hebben hoeveel je denkt dat er aan kopieën, doe het dan maal 100.000. Het is ongelooflijk. Het is een soort dood van de logistiek. Hoeveel wij bij de overheid wel niet kopiëren, kopiëren, kopiëren. Elke kopie of elke datadeling, ik zal hem wat zuiverder noemen, heeft natuurlijk, moet een gebruikers of een doel hebben en een grondslag hebben. En als je daar nog persoonsgegevens in hebt, dan is het nog veel, veel strenger. Want dan hebben we natuurlijk hele strenge wetgeving rondom de AVG. En als je het over
opsporingsdata hebt of data in een criminele context, dan heb je het ook nog over de WPG en andere wetten. Omdat we data zo ongelooflijk verspreid hebben, met name dus van burgers en bedrijven, is het dus ook heel erg moeilijk om bijvoorbeeld goed te interacteren en te communiceren met die burger, want we hebben zo vreselijk veel verspreide data over hem of haar. Dat brengt de dienstverlening, om er weer eens een heel hot woord op dit moment binnen de overheid te noemen, we moeten de dienstverlening verbeteren. Ik denk dat dat niet kan. Als wij niet werken aan onze de wijze waarop wij de data en de gegevenshuishouding hebben georganiseerd. Het is bijna niet te doen. Ik ga daar straks op terugkomen. Omdat we overal gegevens hebben staan en ze niet kunnen, vaak niet weten wat de originele context was en die originele context vaak niet eens is geregistreerd, is de betekenis van het gegeven eigenlijk heel moeilijk te achterhalen. En dan moet je bijna een forensisch dataspecialist zijn om te achterhalen welke definitie nou gebruikt wordt als ik naar dit gegeven kijk. Ik noem maar iets, verzamelinkomen. Ik heb dat in een zet staan van een burger. Welk verzamelinkomen dan? Is dat volgens de wet IH? Is dat volgens de wet toeslagen? Maakt nogal uit namelijk in welke context je dit gegeven bekijkt. Dus die ambiguïteit in betekenis is problematisch. Met name als je kijkt naar de data science hoek. De combinatie van verschillende gegevens. En we kennen de definitie niet. Wat ben ik dan aan het combineren? En sterker nog, als dan al iets uitkomt en ik interpreteer iets. Bijvoorbeeld ten aanzien van een burger of bedrijf. Hoe weet ik dan dat het klopt? En om dat plaatje van die IC weer te toveren in het begin. Durf je je hand voor in het vuur te steken, dat klopt. Of ongeveer klopt. Dat is best wel een dingetje. Nou, binnen de overheid hebben we te maken met een waanzinnige hoeveelheid veranderingen. De Belastingdienst was net weer in het nieuws dat ze die 0% BTW niet goed kunnen implementeren de komende jaren. Voor groenten en dergelijke. En natuurlijk valt iedereen eroverheen. En elke IC-expert hoor ik dan op Twitter roepen dat ze wel even een programmaatje kunnen maken. Ik word er altijd een beetje stil van. Het is zo'n ongelooflijke onderschatting van de complexiteit waarmee wetgeving en uitzonderingen en nuanceringen geïmplementeerd moeten worden in het digitale. Dat ik soms wel eens schrik van de naïviteit van mensen. Het is waanzinnig van de hoeveelheid veranderingen die de overheid over zich heen krijgt. Die ze moet implementeren in haar kernprocessen, in haar uitvoeringsonderdelen. En waarbij iedereen natuurlijk verwacht dat het aan de hoogste eisen voldoet. Maar omdat wij nu een ongelooflijk verspreid, gescatterd landschap hebben van duizenden applicaties, en dan heb ik het maar over één taakonderdeel, bijvoorbeeld de Belastingdienst, is veranderen ongelooflijk moeilijk. Dat is nu bijna niet meer te doen. Het is de val van de continuïteit. De continuïteit, het continu houden van de bedrijfsvoering is slurpt bijna alles op. En dan moet je dus ook nog vernieuwen en grote veranderingen en allerlei nieuwe wetgeving doen. Maatschappelijke eisen en wensen, daar kun je ook een streep doorheen halen. Het is gewoon ongelooflijk moeilijk. Wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld het recht op inzage. AVG, artikel 15. Het recht op inzage is dat ik als burger bij de Belastingdienst of bij de SVB of eigenlijk bij de provincie als die gegevens over mij zou hebben, moet kunnen aankloppen. En dan wil ik gewoon zien wat u over mij heeft. En dat moet u maar eventjes optoveren. Als 10.000 mensen dat morgen zouden doen bij de UWV of bij de Belastingdienst, dan is dat het equivalent van een DDoS-aanval. Want het is ongelooflijk moeilijk waar die data allemaal verspreid ligt. Dat is waanzinnig. En waarschijnlijk niet eens in kaart gebracht bij de meeste organisaties. Dat is niet een verwijt. Daar moeten we gewoon reëel in zijn met elkaar. En die realiteit die wil nog wel eens ontkend worden. Nou, ik zit er vrij stellig in zoals je merkt aan mijn toongevingen en dergelijke. Dus vergeef mij daarvoor. Het is nog steeds zwart, maar we gaan straks naar het lichte toe hoor. Want er is ook hoop. Nog eventjes afrondend. We lijden aan een technologie fetish in data. We hebben een bias voor logistieke oplossingen. Dus als we een probleem hebben, dan gaan we data kopiëren, bewegen. Van A naar B. En dan moeten we het integreren. Hè? Dan moeten we het vervolgens weer verhaspelen tot iets anders. Allemaal logistiek, logistiek, logistiek. En wij vinden allemaal
lekker polariserend zoals ik nu ben, want dat is fijn. Hoe korter ik praat, des te polariserender ik ben. Als ik er twee dagen over zou moeten doen, wordt het een stuk genuanceerder. Maar data is helaas een bijproduct van een applicatie. En ik zie dat nog steeds heel erg veel. Of van een service, of hoe je het ook maar noemt. Een bijproduct. En dat moet niet zo zijn. Data, en dat zal ik straks echt proberen uit te leggen, is eigenlijk binnen de overheid de first class citizen. En het is eigenlijk niet data, het is eigenlijk kennis. En het is eigenlijk niet kennis, het is wet en beleid. Ik kom daar straks op terug. Binnen data zitten we ook een beetje met het big pharma probleem. We kopiëren ons helemaal te pletter. Hebben daar steeds nieuwe technologie voor. Leveranciers gaan er natuurlijk graag op in. Pipelines maken. De data science hoek die heeft steeds meer manieren om data nog sneller te kopiëren. Nog sneller te integreren en nog sneller te verhaspelen. Dat is allemaal prima. En vervolgens is in al die chaos van die datalogistiek die dan ontstaat en het beheersprobleem wat dan ontstaat, levert de Big Pharma ons natuurlijk, of de Big Technology, levert ons ook weer nieuwe tools om dat weer te beheersen. Het is een beetje als een medicijn geven voor een enge ziekte en vervolgens ook nog medicijn geven voor de symptomen. Het is een win-win voor het ecosysteem. Is niet correct. Wij moeten als overheid echt naar onszelf kijken, naar binnen kijken en zelf problemen durven aanpakken en de root causes. Nou, enorme push van het ecosysteem. De universiteiten vind ik echt laten ons in de steek. Die zitten erg op het datalogistieke, op het kopiëren, het verder kopiëren, het uitnutten, het valoriseren. En ze zitten heel erg weinig op die andere kant van die balans. Het organiseren, de kwaliteit, de waarborgen en hoe doe je dat dan? Daar moet meer balans in komen, het ecosysteem, universiteiten, maar ook de foresters en de gardeners, die mogen wel wat meer helpen om balans te krijgen in de force. Nou, Houston, we have a problem. En het probleem wat ik ga proberen te duiden, is het begrip dataschuld. En mind you, dit is een begrip wat ik echt ook probeer bij bestuurders en managers, want daar begint het, met name bij bestuurders, de erkenning dat we echt een groot probleem hebben. Dat die niet kan worden opgelost door nog meer technologie. Maar dat we echt het lef moeten kijken, moeten hebben, om te kijken naar die root cause. Daar ga ik het even heel kort over hebben. Ja. Ja. Ik chargeer, maar ik ga het lekker doen. Want dan dat, als ik polariseer, dan krijg je wat meer kleur en contrast in wat er nu aan de hand is. Wij hebben gegevens die vaak opgesloten zitten in de kluwen van een bedrijfsproces of een applicatie. En wat ik zei, data is een bijproduct van een applicatie. En dat is op dit moment binnen eigenlijk alle organisaties en zelfs in het private domein, behalve voor een paar hele vernieuwende en innovatieve bedrijven, nog steeds best wel het geval. We hebben een kluwen. Dat is ook waarom veranderen zo moeilijk is. Die kluwens, daar hebben we heel veel van. Bij de Belastingdienst is het duizenden. En al die kluwens en al die silo's, die hebben allemaal hun eigen data nodig. Letterlijk en fysiek hun eigen data. Dus daar wordt ongelooflijk veel gekopieerd en gedeeld. Dan was het maar gedeeld, want het is fysiek gedeeld, want ze willen allemaal fysiek de data hebben. Een kopie van het BEP, om er wat te stellen. Een kopie van het kadaster. Een kopie van het toeslagensysteem. Een kopie van het inkomensheffingen, van de OB, et cetera. Ze hebben allemaal de honger om de eigen data te moeten hebben. Dus overal zie je dezelfde data eigenlijk gedeeld binnen die processen. Dus heel veel kopiëren al binnen een hele kleine context van een paar silo's. En als je dat in een keten neemt, waarin we binnen de overheid heel vaak werken, dan zul je natuurlijk zien dat binnen die ketens ook ongelooflijk veel gedeeld wordt. En over het algemeen heel erg fysiek weer met elkaar. Om allerlei moverende redenen waarom dat fysiek is. Maar dat gebeurt wel. Heel veel logistiek. En vanuit het perspectief van een gemiddeld uitvoeringsorgaan is het nog maar een fractie. We hebben het namelijk hier over honderden instellingen, organisaties en instituten. En vanuit het perspectief van een keten is het nog veel complexer. En waarom is het vanuit een keten nog veel complexer? Neem de strafrechtketen. Dat is dus de politie, OM, de rechtspraak, DEI, CIB. De keten wil sturen op hoe een
iemand, hoe een proces verbaal of iets dergelijks door de keten loopt. Maar de verschillende organisaties die hebben hun kernprocessen en hun applicaties daarvoor niet gemaakt. Met het belang van de keten is het niet gemaakt. Het is met het belang van de taakorganisatie en de wetten die zij moeten uitvoeren gedaan. Dus die data die zij opslaan uiteindelijk, die zit ook in die context. En die data veeg maken voor de keten is ongelooflijk moeilijk. Laat staan trouwens het politieke probleem dat er een sui generis is tussen de onafhankelijkheid van de politie, OM en rechtspraak en dat het delen van data niet triviaal is, politiek gezien, omdat er gewoon een trias politica is. Maar dat is weer een ander probleem. Vanuit het perspectief van de keten is het ongelooflijk complex. Het punt is kopieën. We maken ongelooflijk veel kopieën. En ik kan het lekker eventjes heel erg die zout door de wonden draaien. Maar je kunt je afvragen als in die kopieën overal persoonsgegevens of wat voor gegevens dan ook van de burger of bedrijven worden gekopieerd. Hoe dan? En dan kun je je voorstellen dat als we ergens iets moeten veranderen omdat er een wetgeving verandert of dat beleid aangepast wordt. Ja, hoe implementeren we dat dan in hemelsnaam? Het is helaas vaak een piepsysteem. We kunnen het wel in een aantal processen aanpassen en voor de rest moeten we maar zien wie een kopie draait en wat er omvalt. En natuurlijk weer dit probleem van die kopieën die ik eerder heb gezegd. Maar we gaan even wat zout in de wonden strooien. En dat is eventjes een trip down memory lane in een gemiddelde organisatie die dit probleem heeft. Dit hebben ze allemaal. Er zijn allerlei zaken gaande waarbij je eigenlijk wil, ja, nu wil ik eigenlijk iets zien over die processen heen of over die applicaties heen. Managementinformatie, BI, zo begon het. Nu data science, analytics. Je wil iets doen met sturing en verantwoording, effectmeting. Punt is, het is een vraag, een gegevensvraag, die over processen en applicaties heen gaat. En dan heb je dus geen keus als die data is opgesloten in de context van die applicatie of dat proces, om de data eruit te halen. Je moet het extraheren. En eigenlijk weer in een apart dingetje stoppen. En dat is wat er is gebeurd 20, 30 jaar geleden. Binnen de overheid is dat een beetje gestart. En je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk is uitgebreid. En op een gegeven moment kwamen de architecten en die zeiden van, nou, we doen dat een beetje meer in control. En we gaan daar een construct van maken en dat noemen wij een data warehouse of een data lake of whatever. In elk geval een architectureel construct wat meer onder beheer en dergelijke is. Maar wel hetzelfde probleem nog steeds. Ik heb het uit die systemen te halen om er vervolgens iets van te kunnen bakken, omdat ik in de integratie van de zaken iets wil vinden, of iets wil ontdekken, of iets wil rapporteren, of et cetera. Nou, dan hebben we ook nog een heleboel personen die natuurlijk rechtstreeks bijvoorbeeld toegang hebben tot die gegevens in die silo's, want die krijgen ook allerlei vragen die direct beantwoord moeten worden, is niet op gerekend in die sfeer, maar iemand kan er rechtstreeks even lekker op, en die is ook bezig. En ja, die slaat die informatie vaak op een Q-schijf, op een netwerkschijf of op een mail dat soms. Dat hebben we. En ik zit even te twijfelen, de fraudelijsten. Nee, laat ik dat maar niet noemen, het wordt allemaal opgenomen. Dus dat komt de komende dagen nog wel in het nieuws, hoe dat gedeeld is. En met welke partijen en op welke manier. Dat is met name op de onderste manier. Punt is dat er een omgeving ontstaat en ontstaan is in de afgelopen decennia die groter is dan de linkeromgeving. Een opportunistische omgeving die wij hebben gecreëerd met z'n allen, omdat aan de linkerkant zaken die wij willen rechts, links niet kan worden opgelost. En dan hebben we dat te compenseren. En die compensatie zit dus in die rood omlijnde zaak. Allemaal extracties, integratie, datakwaliteitsschoningsproblematieken. Heel veel mensen die daaraan werken. Vaak is het niet zichtbaar hoeveel dit kost, omdat wij een geval van management accounting hebben in het West-Europese, waarin je eigenlijk ziet dat de kosten rechts eigenlijk zijn verborgen in de verschillende afdelingen en dergelijke en niet direct zichtbaar zijn. Het is mega, maar je ziet het niet, of het is maar heel beperkt zichtbaar. Terwijl links dat natuurlijk wel netter en beter is geregeld. Dus het is ook nog een verborgen kosten. Dus als je rechts wil oplossen en je gaat hem ineens zichtbaar maken, dan schrikt iedereen zich helemaal de pleuris. Geven we dat uit? Hoezo hebben we te weinig middelen? Misschien hebben we wel heel veel middelen, maar we zijn dus blijkbaar bezig met compenseren. Maar ja, daar hebben we allemaal nog niks aan. We zijn nog allemaal in duiding bezig. En is het? Waarom? Wat is er gebeurd?
naar die omgeving, die is groot geworden. En ik schets hem altijd even met een voorbeeld. In 2014, tot 2014 stond dubbele nationaliteit in de BEP. En dat mocht niet, die is eruit gehaald. Maar dubbele nationaliteit bij een gemiddelde organisatie stond in verschillende kopieën. En misschien voel je hem al aan wat er gebeurt als je in 2014 die dubbele nationaliteit uit de BEP haalt. Wat absoluut netjes is gedaan. En ik weet ook dat bij de Belastingdienst dat ook netjes hieruit is gehaald. En dan ben ik even stil. Want waar is hij niet uitgehaald? En dat is geen verwijt. Dat is geen individueel verwijt. Je kunt daar mensen niet van op de kop gooien. Dit is namelijk een soort historische context. Waarin zaken zijn ontstaan met hele moverende goede redenen. We hebben gegevensvragen op te lossen. En dat doen we door middel van allerlei datalogistieke kopieer, extractie, integratie en weet ik voor wat voor problematiek. Maar intussen heb ik die dubbele nationaliteit wel in een heleboel datasetjes staan waarvan ik het bestaan niet wist. Dat is gebeurd. En dat is niet alleen de Belastingdienst, dat is de overheid. En daar hebben we gewoon een plicht. En ik zeg dit echt zonder heel verwijtend te zijn, want dat moeten we niet zijn. Dit moet je in een historische context lezen. We zitten in een wereld, in een vakgebied als data, die eigenlijk relatief heel jong is. En die met de komst van de AVG in 2018, al had de privacywetgeving eigenlijk in 1995 al best wel grond, maar het is in 2018 natuurlijk best wel goed begonnen. Met de AVG in een heel ander vaarwater is gekomen. En vele malen professioneler opgepakt moet gaan worden. En we zitten nog steeds in die hele jonge jaren. Dat is even de nuancering die ik wil maken. Uiteindelijk zijn we bezig voor burgerbedrijf en onder heb je ook de medewerkers zelf van de betreffende organisatie. Die worden namelijk gebeld door betreffende bedrijf en burger over allerlei vragen. Waar kijk je nu naar als ik communiceer, als een burger of bedrijf communiceert met een taakonderdeel? Of een medewerker wil eigenlijk weten als een burger belt, wat is zijn stand van zaken met betrekking tot dat dossier of die zaak? Het is soms echt niet meer te doen. Bij de helpdesk van de Belastingdienst hebben ze soms het bekende Altap-probleem, moeten ze soms 30 applicaties door Altap om maar te vinden wat nu de status is van. Dat is een groot probleem. De mate waarop je dingen identificeert in je applicaties, bijvoorbeeld een persoon, ja, dat is een gemiddeld bedrijf met een enorme legacy. Soms wel, en bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of andere organisaties denk ik ook wel, op 27 verschillende wijzes waarop je een burger identificeert. Omdat het nou eenmaal historisch zo gegroeid is. Ja, je kunt je voorstellen dat je dan een enorm data-integratieprobleem hebt. Enorm. Is echt waanzinnig. En hij wordt er niet kleiner op. Dus die rechteromgeving, hè, die omgeving die is ontstaan. Met allerlei moverende goede vragen die eigenlijk ook moeten beantwoord worden. Dat beschouw ik, die moeten we eigenlijk beschouwen hoe groter dat is. Als een schuld die wij hebben, een dataschuld. En ik ga hem proberen toe te lichten wat die dataschuld dan is en wat we eraan kunnen doen en wat we eigenlijk moeten doen om daar stappen in te gaan maken. En ik ga hem heel klassiek nemen. De gemiddelde enterprise architect, en die zal hier ook wel zitten, vermoed ik. Die weet dit ook, want dit weten we al 20 jaar. Wij moeten de gegevens scheiden van de processen en de applicaties. Zullen we het nou echt eens gaan doen? Dus. En dat verbinden we netjes met een interactie- en servicelaag. Gaan we dit nou eens een keertje echt doen? We doen het namelijk nog steeds niet. Nog steeds zie ik dat we heel erg gefocust zijn op een procesondersteuning, functionaliteit en interactie. En dat een engineer op een gegeven moment zegt van ja, je moet die data ook nog even opslaan ergens. Ik heb een fantastisch mooi scherm. Ik wil even een tabelletje aanmaken. En op het moment dat hij dat doet, is er dataschuld. Want dan heb ik namelijk een data-integratieprobleem. Als iemand gegevens wil over systemen en over applicaties en over processen heen. Direct dataschuld. En die kost veel. Niet alleen in termen van geld, maar ook in termen van dienstverlening. Rechtmatigheid, recht op inzage. Die mogen we niet onderschatten. Ik zou zelfs sterker zeggen, maar daar kom ik straks op terug. Misschien moeten we engineers maar het recht en de grants afnemen om überhaupt een tabel of wat dan ook in opslag ergens te mogen creëren. Er moet veel meer governance op zitten.
Je kunt je voorstellen, hè, dus als we overal die databakjes netjes hebben onder het idee van we slaan één keer op. Hè, we verwerken één keer en we zorgen dat mensen daar eigenlijk bij kunnen als ze dat nodig hebben. En dat is eigenlijk, ik zeg het wel eens populistisch, van ontsluiten naar aansluiten. Je gaat naar de data toe op het moment dat je het nodig hebt. Dat is wat we al 20 jaar met z'n allen willen. Ik zeg hier niks qua rocket science. Iedereen weet dat we de richting deze kant op moeten. Niemand weet precies hoe, maar we moeten deze kant op om te voorkomen dat al die gegevens van al die burgers en bedrijven en allerlei zaken en andere zaken en na verwant die wij verwerken, dat die overal en nergens terechtkomen. Even weer het voorbeeld van, in dit geval, die dubbele nationaliteit. Ja, dus we hebben allerlei processen die gaan naar de data toe op het moment dat ze het nodig hebben en krijgen dat. Prima. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met met het probleem van deze? Want daar zitten wij vaak in. Hè? Dus een hoop mensen zullen dat die met data-driven en data-gedreven bezig zijn, die zullen dat herkennen. Dan wil je een analyse doen op bijvoorbeeld populaties. Ik wil een analyse doen op de schuldenproblematiek van ZZP'ers in een eenouder gezin in de provincie Groningen. Want daar kom ik vandaan. En daar zit ik nu ook trouwens. Dan zul je zien van, goh, hoe gaat dat dan werken in zoiets? Want dan heb ik bijvoorbeeld 2 miljoen ZZP'ers. Ik gok even wat, hè. Ga ik dan 2 miljoen keer een call doen naar het BNP. Die zien mij aankomen. En dat is 1 data scientist. Stel je voor, ik heb er een stuk of 500 per dag die daarmee bezig willen. Die BNP ziet je aankomen. Dat gaat niet werken. En dat gaat niet werken. Hè? Dus eigenlijk is dit de methode. Dit zou je willen, maar dat gaat niet werken. En dat is een technisch probleem. En dan ben ik even stil. Het is een technisch probleem. Want idealiter wil je dit, maar dat kan niet, omdat de infrastructuur en dergelijke daar eigenlijk niet voor geschikt is. Prima, goede reden. Logisch klopt dit, toch lukt dit vaak niet. Dus een technisch probleem en dus een technische oplossing. En dan krijg je dus eigenlijk een kopie. In de referentiearchitectuur van de Belastingdienst, van de 7 principes, hebben we 1 principe helemaal gebombardeerd op. Gij zult alleen kopiëren om technische redenen. En voor de enterprise architecten onder ons, kopiëren mag, hè. Het is een vorm van een cache eigenlijk, die je doet om een beschikbaarheidsprobleem op te lossen. Kopiëren mag om een technische reden, maar du moment in alle tafels, ontwerptafels, dat je gaat kopiëren om een logische reden, moeten eigenlijk allerlei vlaggen opgaan van waarom doen we dat? Moet dat per se? Wat gebeurt hier? Wat is niet correct? Dat moeten we langzaam gaan leren. Nou, als je nou kijkt. Nou, en trouwens, even voor de duidelijkheid, het hoeft niet dat ga ik trouwens lekker niet op in, veel te technisch, doe ik niet. Nu even weer dat BNP-probleem en die dubbele nationaliteit. In dit geval, 2014, wordt eigenlijk de dubbele nationaliteit eruit gehaald. Wordt natuurlijk niet meegenomen in de betreffende API-calls en dergelijke. Dus daar is die netjes weg, prima. En we hebben hem op 1 plek ook even te veranderen en weg te halen. Dat is in die ene kopie. Veel overzichtelijker. Maar hoe komen we daar in hemelsnaam? He, dus ist en sol, daar is nog een enorm gat te gaan. Dat wij datacentrischer worden, kenniscentrischer worden in de manier waarop wij IV voortbrengen, is ongelooflijk belangrijk. Het kan dus ook niet zo zijn, en dat is een gevecht die ik ook al de enige tijd voer, dat een datastrategie losstaat van een informatiestrategie. Dat is krankzinnig. Dat zijn communicerende vaten. We moeten daarin samen gaan bewegen. En dat is ook een ultieme strijd tussen de CIO en de CDO. Maar laat die strijd maar eens gevoerd worden. Ja, we willen graag data-gedreven zijn. Ja, maar jongens, data-gedreven zijn gaat maar heel beperkt lukken. Op het moment dat ik een enorm versiloed applicatielandschap heb. Ja, maar ik wil graag AI doen. En ik wil goede data. Ja, het rendement van dat soort nieuwe innovaties is betrekkelijk laag. Omdat we een enorm probleem hebben in de manier waarop wij eigenlijk data vastleggen en verwerken. Dus dataschuld, wat is dat nou? Nou, het is vaak, wat ik zei, wij leggen gegevens vaak vast, waar we als leidraad nemen het proces, de applicatie en de interactie, de functionaliteit. Ik wil een mooi scherm hebben, prima. De flow en de uitvoering is vaak leidend. Hoe voer ik uit? Zo sla ik de data op.
Data is een bijproduct van een applicatie of proces. Wat je eigenlijk wil, is dat je dat even splitst. Je zegt eigenlijk van nee, binnen de overheid is het ongelooflijk belangrijk. In stap 1, wet, regelgeving en uitvoeringsbeleid is leidend ten aanzien van gegevens. Eigenlijk logica ook, maar daar ga ik verder niet op in, want dan wordt het echt een groot college, daar doen we niet aan. Dus ik heb een stuk wetgeving. Er staat bijvoorbeeld in van persoon X heeft verzamelinkomen, bla bla bla, met deze definitie. Die is leidend. Ik wil niks weten over het proces, nog helemaal niks over applicaties, nog helemaal niks over zaken in de uitvoering. Ik wil gewoon een definitie hebben die wij vanuit wet en beleid, want dat is wat wij uit moeten voeren, dat is waarvoor wij zijn binnen de overheid. Daar wil ik eigenlijk op modelleren. De no zeggen wij wel. De definitie is leidend. Dat doe je eerst. En dan pas. Sorry. Ja. Ga je stap 2 doen. Dan zeg je op een gegeven moment, oké, nu moet ik een bedrijfsproces ondersteunen. Ik moet een bepaalde interactie hebben met burger en bedrijf of met andere mensen en andere actoren. Dus die willen functionaliteit hebben. En dan ga je kijken, oké, wat voor gegeven moet ik dan hergebruiken uit die definitie daarvoor? Deze splitsing, en dan zeggen we wel eens, dat is de flow. En Mariette Lokin, een jurist notabene, gepromoveerd op wendbare wetsuitvoering, die noemde dat, een jurist, hè, niet eens een datanerd zoals ik dat ben of zoals wij dat zijn, die noemde dat de scheiding tussen no en flow. En die komt dus op precies hetzelfde principe uit als wij datanerds. Dat wij de data hebben te scheiden van onze processen en applicaties. De scheiding tussen no en flow. Tussen no-definitie, die eigenlijk gefocust is op wetgeving en beleid. En de flow, die gefocust is op de burger en de dienstverlening en de uitvoering. Maar wel in de volgorde van no eerst. Het kan dus ook niet zo zijn bij de Belastingdienst, om je maar iets te schetsen, want dit is de richting die wij ingaan daar, die zij ingaan, moet ik nou eerlijk zeggen, dat wij een gegeven vastleggen die niet afgeleid is van wet en beleid. Want als dat zo is, dan wil je je afvragen van, goh, mist er dan beleid? Of als dat niet mist, waarom verwerk ik dit gegeven dan? Dat wil je. Maar wat je dus ook wil, dat als er een wetgeving verandert of een beleid wordt aangepast, dat je eigenlijk in een uitvoeringstoets relatief eenvoudig de impact van die verandering kunt inschatten. Scheiding tussen no en flow. De no hang je op aan wetgeving en beleid. De flow hang je op aan dienstverlening. Wij moeten onze datahuishouding netter op orde gaan krijgen. Dit kost een generatie. En ik ga er straks eventjes op in, hoor. Hoe je dat dan in hemelsnaam doet. Maar wij hebben stappen te maken binnen de overheid. Dit gaat niet goed. Dataschuld als definitie is de mate waarin gegevens niet expliciet herleidbaar zijn naar wet en regelgeving en uitvoeringsbeleid en niet zijn gescheiden van applicatie en procesbelangen. We hebben een mega dataschuld binnen de overheid. En ik zal je zeggen, in een gemiddeld oud bankbedrijf of verzekeringsbedrijf ook. Ook daarin moeten we niet doen alsof we het slechtste jongetje van de klas zijn. Dit is gewoon een stukje historische IV-context van hoe het ooit is begonnen en waar het toe heeft geleid. En deels is dat dus eigenlijk. Nee, daar ga ik niet op in. Houston, we have a problem. De data-uithouding in veel organisaties wordt gekenmerkt door een hoge mate van dataschuld. Het voor hergebruik ongecontroleerde en niet verantwoord verspreiden van gegevens is voor het grootste gedeelte ook een manifestatie van die dataschuld. En dataschuld leidt tot een enorm middelenbeslag, lage quality of services, de customer intimacy obstakels, met name richting dienstverlening. Maar ook bijvoorbeeld een recht op inzage, recht op correctie. Hoe in hemelsnaam, als we het op deze manier organiseren? We hebben wensbaarheidsproblemen en we hebben een zeer ambiguë, eigenlijk onbekende datakwaliteit. En in die zin, dat vinden bestuurders toch altijd leuk, want AI is een beetje op dit moment de nieuwe love child van bestuurders aan het worden. Ja, ik ben cynisch. Dataschuld hindert de uitnutting van gegevens. En als je dan massief investeert in datalabs, data science of AI, dan haal je niet het rendement wat je eigenlijk wil halen, met alle respect. En rendement vind ik inderdaad een best wel vreselijk woord binnen de overheid. Maar goed, daar komen we. Dat is inderdaad de blogpost die Frank noemde over waardegedreven werken in plaats van datagedreven werken. Daar waar het dataschuld is in de bron,
Leidt dit tot risico's ten aanzien van wetmatig gebruik van gegevens en waarborgen waar een overheid voor wil staan? Dit is een beetje het gestrekte been, want dan moet ik namelijk wel iets zeggen van ja, maar hoe dan, Ronald? Hoe gaan we dat dan doen? Om jullie daar een kort idee van te geven, hè, hoe zo datagedreven werken. Best wel moeilijk als we die data in 700, 800 verschillende kleine silootjes hebben staan. En vervolgens wil je over het subject, de klant, de burger of het bedrijf, wil je iets kunnen rapporteren. Bijvoorbeeld een recht op inzage. Ja, het is bijna niet te doen. Het is eigenlijk niet te doen. Nou, data-architectuur 101. En ik ga eigenlijk al in op kennisarchitectuur zonder heel technisch te worden. Want dat is het niet. Dit is gewoon beleid. Dit is, ik hoop, belangrijk in de bewustwording van waar het eigenlijk met z'n allen naartoe moet. Nou, een aantal ankers. 1. Data op orde conform wendbaar wetgeving. En dat is, bestel het boek, de eerste drie hoofdstukken is genoeg, van Mariette Lokin. Waarbij je eigenlijk zegt, laat binnen de overheid, moet het zo zijn dat wet en beleid leidend is ten aanzien van je digitalisering. De dienstverlening is ook heel belangrijk. Natuurlijk mega belangrijk en misschien nog wel belangrijker. Maar ze zitten in een onderling verband met elkaar en die moeten we van elkaar scheiden. 2. Common ground bij de VNG. Ik neem aan dat dat heel bekend is bij een heleboel mensen. Want als mensen goed hebben opgelet in de plaatjes die ik in het begin gebruikte. Ik heb ze deels gejat van common ground. Want common ground, als je naar het filmpje kijkt bij YouTube. De ambities die zij hebben zijn prima. Helemaal mee eens. En ik denk ook belangrijk in de bewustwording bij bestuurders waar het naartoe moet. Het hoe kun je nog eindeloos over discussiëren, want daar vind ik wel wat van bij Common Ground. Maar je ziet langzaam dat het gedachtegoed, het datacentrisch werken. Ik zou zeggen kenniscentrisch werken, conform Common Ground. En je ziet binnen de Rijksoverheid dat het gepromoveerd wordt naar Public Ground zo langzamerhand. En sterker nog, je zult zien dat met de nieuwe Data Governance Act die in Europa er straks aankomt. Hou je hard maar vast wat we moeten doen aan de publicatie van gegevens. Natuurlijk, hè, de open op orde hebben we, belangrijk. De Data Governance Act gaat daar nog eventjes overheen. Er komt heel veel aan als het gaat om het publiceren, het vindbaar maken van gegevens die een overheid vastlegt. Vervolgens hebben we een heel groot programma lopen binnen Binnenlandse Zaken. Die heet Regie op Gegevens. En ook dat gedachtegoed is ongelooflijk belangrijk. Regie op gegevens betekent niks anders dan dat de burger in regie komt op zijn gegevens. Ik heb het verzamelinkomen van mij is van mij. En ik wens dat nu de komende 3 weken te delen met mijn hypotheekverstrekker. En ik wil ook even zien wanneer die dat heeft gezien. En ik wil ook even zien met wie bijvoorbeeld de Belastingdienst dit verzamelinkomen allemaal heeft gedeeld. En waarom dan? Onder welke grondslag? Regie op gegevens. De blauwe knop. Bekend voorbeeld in de schuldenproblematiek. Waarin je eigenlijk zegt. Ik wil de burger inzicht geven. Eigenlijk in de schulden die hij heeft. Bij CIB. Of bij de Belastingdienst. Of misschien bij gemeentes of iets dergelijks. Zodat hij eigenlijk eerder. Het zijn zijn gegevens. Dit is jouw stand van zaken. Dat je hem ook empowert eigenlijk die burger. Om actie te kunnen nemen. Of om hulp te zoeken. Regie op gegevens is denk ik een belangrijk bij de Belastingdienst een van de 3 grote ankers. Dus die andere 2 die heb ik hier neergezet. Als je het hebt over een toekomstvisie rondom gegevens. Regie op gegevens zegt dat we die burger en dat bedrijf, maar met name dus die burger centraal moeten zetten. 2 knoppen waar we aan draaien met gegevens. Want ik probeer hem echt even simpel te houden. Want gegevens is in principe ongelooflijk complex. En ik ga hem lekker simpel houden. 2 knoppen. De validiteit van een gegeven moet zo hoog mogelijk. En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daar met name mee dat die gegevens die wij in rust allemaal hebben binnen ons bedrijf. Die ergens staan. In een database, in een bestand of waar dan ook. Zijn die herleidbaar naar wet en beleid? Ja of nee? Weet ik dus de betekenis, de definitie van wet en beleid ten aanzien van het gegeven wat ik hier vastleg. En is de verantwoording daarvan, is die ook zo hoog mogelijk? Oftewel, wie heeft gezegd dat dit gegeven conform deze definitie is? Dat is de ene knop. Dat gaat over gegevens in rust. Data in rust, zeg ik wel eens. De andere knop gaat over data in beweging. Als ik dan data moet bewegen van A naar B,
Ik wil zo min mogelijk bewegingen hebben. Ja, die wil ik zoveel mogelijk drukken eigenlijk, want bewegen is risico. Maar als ik beweeg, dan wil ik dat de verantwoording van die beweging zo hoog mogelijk is. Wat bedoel ik daarmee? Als data wordt hergebruikt, dus ik heb data verwerkt voor een bepaalde grondslag, bijvoorbeeld voor de wet OB, moet ik omzetbelastingen registreren. En vervolgens zegt toezicht in een hele andere organisatie zegt van ja, ik wil graag die gegevens hebben. En de grondslag die zij zeggen, dat is de AWR, de Algemene Wet Rijksbelastingen. Ik zeg maar iets raars. Dat zijn twee verschillende wetten. De vraag is op basis van de AWR. De gegevens zijn verwerkt op basis van de wet omzetbelasting. Dat is dus een verschillende grondslag. En dus is er hergebruik. En dus is daar heel veel governance nodig rondom de vastlegging van die datadeling. Wie heeft dat goedgekeurd dan? Waarom dan? En dat mag, hè. Ik bedoel, die wet staat dit allemaal toe. Dit mag gewoon. Ik zeg alleen maar, laten we het even registreren dan. En zorg dat de governance in orde is, dat de gegevens verantwoordelijke empowered zijn. Dat die goedkeuring hebben gegeven. En ook weten dat er een datadeling is. Maar sterker nog, dat uiteindelijk de burger dat ook weet als het zijn informatie betreft. We zeggen wel eens om het heel. Een informatieverwerkingsregister is nog heel beperkt. Want dat gaat alleen maar uit van eigenlijk de informatieverwerking die wij doen met persoonlijke gegevens. Deze gaat wat verder. Want wat mij betreft doen wij alle informatie hergebruiken en delingen die wij doen, die moeten we gewoon vastleggen in een delingsregister. Goed. Even, ik moet iets technischer, maar eigenlijk juridisch technisch. Dus bear with me eventjes. Die twee knoppen die ik had genoemd, validiteit en verantwoording, beweging en verantwoording, die staan eigenlijk voor twee typen architecturen die wij wel eens noemen. Eén is de verticale architectuur, dus van wet beleid naar een gegeven in rust. Hoe is de herleidbaarheid daarvan? En die andere is, die veel bekender is voor een heleboel mensen, de horizontale. Als ik dan data laat bewegen, hoe beweeg ik dat dan? En ze staan in een onderling verband met elkaar. Nu hebben wij bij de gemiddelde organisaties dit niet op orde. Gewoon niet. En we hebben een enorme focus op deze. Nog meer kopiëren. Nog snellere pijplijntjes maken. En als je alleen een hamer hebt, ben je geneigd ieder probleem als een spijker te zien. Oftewel, ik heb een datakwaliteitsprobleem. Laat ik daar een stuk logistieke schoning tegenaan gooien. Dat is niet correct. Als je het hebt over datakwaliteit, heb je eigenlijk twee manieren. Je kunt het downstream oplossen. Het is gebeurd, nu moet ik het schonen. Dus ik heb een vervuild meer. En nu ga ik proberen het meer te schonen. Maar ja, het blijft maar vervuilen. En upstream, dat is die bovenste weg, die verticale kant, zeg je eigenlijk van nee, ik moet bij design mijn data op het moment dat het gecreëerd wordt, valideren op bepaalde regels. En hoe beter ik dat doe, registratie bij de bron, heet het bij de in de zorg, hoe beter ik dat doe, des te schoner mijn meer is. Dus dat is het idee ook rond kwaliteit, upstream en downstream. En we hebben helaas een enorme focus op downstream. Wat moet er gebeuren? Even in termen van de eerste. Want dat is eigenlijk het gestrekte been waar ik heen ga. Wendbaar wetgeven. De eerste drie hoofdstukken. Maar we gaan hem iets verder uitsplitsen. Want we hebben hier bij de Belastingdienst een heel MTHV, methode, technieken, voorschriften en allerlei handboeken voor gemaakt, hoe dit dan moet. Scheiding tussen no en flow. Je ziet dat ook in kleine lettertjes staan, de no en de flow. Je begint bij je wet en regelgeving en je formeel juridisch beleid, intern uitvoeringsbeleid. Wat we vaak zien, dat gebeurt nog wel goed. Die documenten zijn echt waanzinnig grondig vaak. En dan wordt het over de bühne gegooid naar een of andere IV-organisatie. En die moet uitvoering gaan doen. Daar mist een enorm gat. Namelijk eigenlijk de middleman. Hoe zorg ik dan dat die wetgeving en juridisch en uitvoeringsbeleid, hoe die vertaald wordt naar digitalisering, naar nullen en enen. Daar zit enorm veel interpretatie in. En die interpretatie die moeten we expliciet gaan maken. Ook zelfs publiek gaan maken. Hoe we die vertaling hebben gaan doen. Ik kom daar heel straks zo even terug wat ik daarmee bedoel. Maar deze tranche, en dit is een soort idealiter verhaal, want in de werkelijkheid is de transitie ongelooflijk moeilijk. Maar dit is wat je wil. En dit hebben we ook aangetoond. Bijvoorbeeld met de fijnstoftoeslag, een nieuwe wet waarin dieselauto's als een bepaalde, met een dieselmotor een bepaalde CO2-waarde hebben, krijg je een extra belasting op je motorrijtuigbelasting. We hebben met de DG's en alle bestuurders hebben we deze riedel helemaal geshowcased. Van boven naar onder. Maar we hebben ook geshowcased
wat er gebeurt als die wet verandert, want die is namelijk veranderd, hoe snel je een uitvoeringstoets kon doen. De gevleugelde woorden van een toenmalige DG waren van ja, je hoeft mij niet te overtuigen meer op de inhoud, maar wel op hoe gaan we dit in hemelsnaam in een transitie doen. Dat was de enige vraag. En dat is ook de meest relevante vraag. Wij hebben gegevens te koppelen aan wet, regelgeving en uitvoeringsbeleid. En als we dat niet kunnen, dan moeten we afvragen waarom we het dan verwerken. Of het moet weg, of er moet additioneel beleid worden geschreven. We moeten dus ook weer een vak in ere gaan herstellen. Een vak wat we hebben verloren. Het vak van modelleren. Niet programmeren. Modelleren. Programmacode kan ik niet valideren. Modellen wel. En wet, de wet is eigenlijk al een model. Een taalmodel. En eigenlijk moet je die langzaam steeds naar een lager abstractieniveau gooien. Zodat uiteindelijk iemand iets kan implementeren. Dat is wat hier feitelijk staat. Dus vergeef even de termen. Daar hoef je allemaal niet. Kun je allemaal lekker googlen wat feitmodellen zijn en et cetera. Maar van semantische modellen, wetsanalyse, ga je dat vertalen naar natuurlijke taal. Dus gewoon in normaal Nederlands en voorbeelden. En die laat je valideren door domeinexperts. Klopt dit voorbeeld met deze wet en dit beleid in het uitgangspunt? En dan gaat hij zeggen van ja, dat klopt. Of hij zegt van nee, dat klopt niet, want. Ah, want. En zo ga je langzaam naar steeds meer preciezere modellen toe waar uiteindelijk iets geïmplementeerd kan worden naar fysiek uiteindelijk iets wat een computer kan begrijpen. En voor de technici onder ons, dat kan een schema zijn, dat kan een relationeel ding zijn. Dat, eigenlijk boeit me dat niet zo, maar welke techniek. We zeggen wel, je separeert je belangen. Als je het hebt over definitie, het belang van definitie en betekenis, dan zit het bovenin. Een gemiddelde engineer onderin, die moet zich geen zorgen meer maken over definitie. Dat klopt niet. Dat is niet zijn concern. Het concern van een engineer moet bijvoorbeeld zijn van performt dit. Dat is weer geen concern waar een domeinexpert iets mee moet. Dus de scheiding van belangen, de scheiding van concerns zit hier heel diep in. En dat is echt belangrijk. Elk niveau heeft zijn eigen belangen. Het belang van een datamodel, helemaal onderin een implementatiemodel, is bijvoorbeeld niet communicatie met allerlei mensen om iets te valideren of het goed gemodelleerd is. Dat is niet correct. Het belang is implementatie. Als je het hebt over communicatie, klopt dit nu wat ik hier doe, moet je nooit aan een domeinexpert een complex datamodel gaan geven. Dat is onzin. Wat moet hij daar nou mee? Maar wat je hem wel kunt geven, is bovenin een zin en een voorbeeld. Taal is het ultimate communicatie-instrument. Ook voor ons in data. Dus ik begon met data-architectuur 101 en ik streepte daardoor kennisarchitectuur. Dit bedoel ik dus met kennisarchitectuur. De kennis is in dit geval de wet en het beleid en de interpretatie daarvan om te komen tot uitvoering. En dat leggen we vast. Dus dat betekent dus ook dat dit multidisciplinair is. Dit is geen IV-feestje meer of een IT-feestje meer. Sterker nog, dit zit diep in het hart van wie wij zijn en wat wij moeten doen als we het hebben over kernprocessen die we moeten uitvoeren. Wetsanalisten, juristen, bij de Belastingdienst fiscalisten, domeinexperts en kennismodelleurs, die doen die het bovenste niveau. Daar zijn zij van. Daar komt geen engineer bij kijken. Niet relevant. Nou, onderin, dan krijg je weer de datamodelleurs, regelengineers, data-engineers. Maar het punt is hier dat het wendbaar is. Er is constant feedback naar boven toe. Een voorbeeld. We hadden de wet van de fijnstoftoeslag en daar stond netjes in dat een auto heeft een brandstofmotor. En als die brandstofmotor diesel is en de CO2 is hoger dan is dit wat je extra moet betalen. Staat gewoon in de wet, hè? Alles staat in de wet wat dat betreft. Leven de overheid. En als het niet in de wet staat, wordt er additioneel beleid geschreven. Oké, dan gingen we dat netjes naar beneden uitvoeren, netjes specificeren. En dan komen we uiteindelijk bij het RDW uit, want die heeft die gegevens. En dan kregen we de gegevens van het RDW. En daar stond bijvoorbeeld in van, oh shit, er zijn auto's met twee brandstofmotoren. Elektrisch en diesel. Welke CO2 nemen we nu dan? Ja, de wet is daar niet eenduidig in. Shit. Dan moet je dus niet dat oplossen. Een engineer die zegt van, nou dan pak ik wel de max of de min of het gemiddelde. Nee, de feedback is naar boven toe. Wendbaar wetgeven. De feedback is naar boven toe naar de betreffende beleidsmedewerker. En die zegt, oh crap, dat is een goede vraag. Dan moet ik dus, aangezien ik de wet nog niet kan aanpassen, moet ik een stukje additioneel beleid maken.
En die is dan netjes uitgekomen. Hè? En het beleid werd weer netjes geïmporteerd. Werd weer geannoteerd. Werd weer in een model opgenomen. En de betreffende engineer die kon het weer implementeren. Sterker nog, in dit voorbeeld is zelfs het nog naar boven gegaan. Want de wet gaat aangepast worden. En dat is wendbaar wetgeven. Waar de uitvoering en de implementatie eigenlijk constant feedback geeft en valideert. Dit kan niet, dit is niet duidelijk genoeg. Interpretatie, help, wat moet ik doen? Daar zijn andere mensen voor. Belangrijk. Dus die hele scheiding tussen IT, IV en business bijvoorbeeld. En beleid en IV. Die is op dit moment best wel killing bij de overheid. Dat is bijna een valse dichotomie geworden. Die ons erg in de weg zit. Uiteindelijk om dus datagedreven of iets dergelijks te kunnen doen. Alles wat we hier doen, slaan wij netjes op. Dit hele werk is by design. Modelleren wij die definities en wie is gegevensverantwoordelijke en wat zijn nu de pseudonymiseren kolommen, et cetera, et cetera, et cetera. Wat is de relatie naar wet en beleid? Dat slaan we op in kennisbanken. En de kennisbank wetsuitvoering is wat mij betreft open data. Laat iedereen maar kijken hoe wij de wet en het beleid daadwerkelijk operationaliseren richting het digitale. Waarom niet? En de kennisbank gegevens en regels is al veel explicieter richting de techniek. Dus daar kun je over twijfelen of je die nou in open data moet gooien. Ik zou zeggen, waarom niet? Maar daar zijn andere mensen voor. Van. Je kunt ook zeggen van ja, is dat niet ruis? Dat zou kunnen. Daar is dan allerlei zaken ook die je meeneemt in je modellering. Gegevensverantwoordelijke, bewaartermijn, dataclassificatie, persoonskenmerken. Belangrijk dat je die meeneemt. Herleidbaarheid beide kanten op. Hoezo is een uitvoeringstoets moeilijk? En het is niet makkelijk dit, hè. Dan krijg ik altijd gewoon altijd, dit doen we niet hoor, dit is onmogelijk, et cetera. Maar we moeten een keer beginnen. En dit is niet een zero-sum game. Het is niet zo van, als ik dit in zijn geheel heb gedaan, dan heb ik pas de benefits of zo. Nee, elk stukje, nieuwe wetgeving of nieuw beleid, wat wij op deze manier doen, is een stukje minder data-integratieproblematiek. Iets beter recht op inzage, recht op correctie kunnen doen. En iets minder ambiguïteit in datakwaliteit. Het is steeds een stukje winst. Dit vinden bestuurders heel erg lastig, want dit kun je niet kopen. Je kunt niet naar Society gaan en zeggen van, ik wil dit. Doe even een programma en dan zijn we klaar. Dit is een beweging. Dit is een gedachte. Dit is een denkrichting. En daar is heel veel voor nodig. Modelautoriteiten. Want je gaat modelleren. Die moeten gecheckt worden. Er moet feedback opgegeven worden. Je gebruikt nu weer een persoon met een andere identificatie. Waarom doe je dat? En elk moment dat je hem voorop pakt en oplost, heb ik downstream een minder data-integratieprobleem. En is de gemiddelde data scientist heel erg blij voor mij, met mij. Want die heeft weer iets minder werk te doen, wat hij helemaal niet leuk vindt namelijk. Dat is namelijk extractie, schonen, valideren, integreren. Hij wil met zijn modellen bezig. Opleidingen, heel veel opleidingen nodig. We hebben mensen die Java hebben geleerd, die hebben weer te herscholen. Want ze hebben echt additioneel kennis nodig ten aanzien van modelleren. Specificeren, heel goed specificeren. Goede gereedschappen zijn er nodig. Rechte rug van bestuurders, zeg ik daar eventjes tussen de neus en lippen door. Handboeken soldaat. Om één handboek maar eens te noemen, het handboek wetsanalyse. Die is net gepubliceerd, net einde vorig jaar. Zelfs publiekelijk gepubliceerd, kun je gewoon kopen. En die geeft eigenlijk het handboek voor de bovenste niveaus aan. Van wet naar formeel juridisch beleid naar een feitmodel. Kun je gewoon kopen, dat handboek. En voor de onderliggende lagen is de Belastingdienst heel druk bezig om die handboeken ook te maken. Kennisdomeinafbakeningen, verantwoordelijkheden. We hebben heel veel ten aanzien van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden te doen. En de technologie is volgend. Veel organisaties is die nog steeds leidend. En dat is best wel een gevecht. Dit is snoeiharde guerrilla, hè. Dit lukt niet zomaar. Niet iedereen is zomaar mee of iets dergelijks. Maar ergens hebben we zaadjes te planten. Dat we kleine stapjes maken richting een datacentrische en kenniscentrische IV. Want dan gaan we met gegevens stappen maken. Ook richting de burger. Punt is, vakmanschap is meesterschap. Dus ja, data-architecten, kennismodelleurs, hele goede informatieanalisten, logische modelleurs, datamodelleurs, regelengineers. Dit is een vak. Dit doe je er niet even bij. Je huurt dit ook niet even in. En dan moet je echt binnen je organisatie, ook in je HR-termen, moet je daarmee bezig gaan.
Ik ga het even kort afmaken, want ik vind de logistiek heel belangrijk, maar iets minder interessant voor de data-architecten onder ons misschien wel. Ik onderscheid maar twee diensten waarmee je gegevens kunt krijgen binnen een organisatie. Sleutel of set. That's it. En de sleutel is, ik heb een gegevensvraag en ik heb een sleutel in mijn hand. Van een auto, kenteken, of van een object, of van een persoon. En van die persoon wil ik iets weten. Of van een zaak, bijvoorbeeld. Dat is sleutelgebaseerd. En dan kun je allerlei technologieën onder bedenken. Hè, voor diegenen die dat willen weten, API's of iets dergelijks, prima. Een setgebaseerde gegevensdienst is dat ik over populaties nu een analyse wil doen. Beleidsbeïnvloedende analyse. Ik wil managementinformatie doen. Ik wil een training van een bepaald ML-model doen. Of ik zeg maar iets raars. Setgebaseerde gegevensdiensten. Uitputtend, dit zijn ze. Meer ken ik er niet. Dus elke gegevensvraag is of een sleutelgebaseerde vraag of een setgebaseerde vraag. En nu ga ik eventjes heel erg snel. Daar zit de administratie onder. Wat ik in het begin zei, dus data is een super asset en die moet je beheren. Dat betekent ook dat je administraties hebt om je data te beheren. Klinkt een beetje meta, want daar kom ik op zonder het woord metadata te noemen. Je hebt dus allerlei administraties nodig om je data te beheren. Procesverwerkingsadministraties, wanneer is welke wat data geleverd ter beschikking gesteld? Een contractadministratie is, toezicht heeft een afspraak met de omzetbelasting om data te hergebruiken. Dat is een afspraak tussen twee partijen. Die leg ik vast. Dat is een minimale ordentelijke rentmeesterschap wat wij op gegevens moeten doen en het hergebruiken van. En ook daar, bij de setgebaseerde dienst, heb ik diezelfde procesverwerkingsgegevens. Nou, sleuteldiensten zitten op alle databakken. En de setgebaseerde dienst zit met name dus op die bak. We hebben allerlei meta-administraties, procesverwerking, contactadministraties. En ik moet even aan mijn kant. En kennisbanken, hè, die derde die ik net noemde. Die eerste bij de verticale architectuur. Het vastleggen van de definities, de modellen, de herleidbaarheid en met het beleid. Deze drie is eigenlijk je beheersadministratie van je data asset. En ook daar, nu gaan we echt, hoe heet dat? Want ook daar heb je weer sleuteldiensten op. Bijvoorbeeld op een kennisbank zitten gewoon API's, want je wilt er kunnen zoeken in die kennisbank. Ik wil kunnen zoeken waar is verzamelinkomen gebruikt. Met welke definitie vanuit welke wet en beleid. Wie is gegevens verantwoordelijker daarvoor? Wat is de dataclassificatie? Wil je allemaal kunnen opzoeken, toch? Sleuteldiensten staan daar ook weer op. Want het is tenslotte gewoon een administratie. Nou, eigenlijk heb je dan drie administraties. Die zijn met elkaar verbonden. En dan heb je een by design informatieverwerkingsregister. Dan voldoe je niet, dan heb je in die zin is de AVG niet iets waar je compliant after the fact mee bent. Want ik zie dat bij veel organisaties, enorme excels om maar zogenaamd compliant te zijn. Nee, je bent bij default compliant. Dit kost een generatie, zeg ik ook heel eerlijk. Maar we moeten gaan stapjes gaan maken om met data en kennis veel serieuzer om te gaan en dit voor elkaar te gaan breien. Meer die twee kanten, verticaal de kennisbanken. En horizontaal deze twee administraties.